Ik ben in Zeeland komen wonen sinds dat de coronacrisis uitbrak. Niet wetende dat die zo lang zou aanhouden. Daarvoor woonde ik in Londen, waar ik ook mijn masterstudie aan de Kunstacademie heb gedaan. Aan de University of the Arts Londen. En toen ben ik naar Zeeland verhuisd. Ik dacht, nou, misschien voor een paar maanden. Maar dat beviel eigenlijk zo goed. Mede door gewoon de rust en de ruimte die je hebt om headspace te hebben en je creatieve ideeën de vrije loop te kunnen laten gaan. Maar ook gewoon het feit dat je hier ruimte hebt voor een atelier. En maakt dat het gewoon een prettige plek is om te wonen en te werken. Nadat ik in 2015 was afgestudeerd aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam, heb ik meegedaan aan een expositie in het Van Gogh Museum. Waarbij hedendaagse kunstenaars uitgenodigd werden om een kunstwerk te maken als reactie op een van de brieffragmenten van Van Gogh aan zijn broer Theo. En daarbij had ik een kort fragment gekregen van een van de brieven waarbij hij net had besloten om kunstenaar te worden. En dat eigenlijk had verkondigd van ik word kunstenaar. En wat hij eigenlijk terugkreeg was, nou, dat is niks voor jou en je bakt er niks van. En je bent helemaal niet geschikt voor het kunstenaarschap. En hij was te erg van over zijn toeren. En ik heb dat eigenlijk gerelateerd aan de reis eigenlijk die je doormaakt als kunstenaar. En ook gerelateerd aan mijn eigen situatie als net afgestudeerde. Waarbij ik eigenlijk de metafoor heb gemaakt naar een ongepolijste steen. Die in de muur gevonden wordt eigenlijk. Die wel de potentie laat zien om uit te groeien tot iets heel erg moois en kostbaars. En speciaals, maar op dit moment nog heel ruw is en eigenlijk op die manier gepresenteerd dat het iets is wat net als een geologische opgraving ontdekt is en gevonden is eigenlijk. Het kunstproject wat ik heb gedaan voor het Van Gogh Museum, Being Unpolished, gaat over geologie. En die geologie en interesse daarin heb ik ook meegenomen naar een ander kunstproject, wat begonnen is in 2011. En dat kunstproject heet Future Geology, waarbij eigenlijk de geologie wordt bekeken vanuit een hele speculatief standpunt van hoe kunnen gesteentes van de toekomst eruit zien, hoe kan een landschap er in de toekomst uitzien, hoe maakbaar is het landschap. Waar begint het natuurlijke en waar eindigt het artificiële? En eigenlijk vanuit die vraagstukken ben ik dus een langdurig kunstproject gestart. Waarbij afgelopen zomer een overzichtstentoonstelling is geweest bij de bewaarscholen hier in Burghaamsteden. Het is een centrum voor hedendaagse en experimentele kunst. En dat heeft een overzicht getoond van de diverse werken waar ik de afgelopen 10 jaar mee bezig ben geweest. Maar ook het artistiek onderzoek. En ook de verschillende vraagstukken waar ik dus de afgelopen 10 jaar mee zoet ben geweest. En ik ben in 2019 met een nieuwe, meerjaren project begonnen, Bodies of Water. En het eerste kunstwerk is dus gemaakt in 2019. En dat ging over de rivier de Ganges. De verhalen rondom de Ganges, maar ook de diverse rituelen die dus aan de oevers van de rivier dagelijks plaatsvinden. Ja, diverse objecten, omdat ik bij diverse heilige plekken langs de rivier de Ganges water heb verzameld en die in glazen sculpturen heb vereeuwigd. En dat vond ik zo'n mooi gegeven dat ik eigenlijk dacht van India is zo'n spiritueel land, kan ik dat ook toepassen, die techniek of die werkwijze in een westerse context eigenlijk, hè, van water. En eigenlijk zou al het water op aarde heilig moeten zijn, want we bestaan voor een groot gedeelte uit water en het is onze voedingsbron. Ik ben ook sinds kort begonnen eigenlijk met een kunstproject, dat is hier vlakbij, ook op Westerschouwen bij de Plompentoren.
Waarbij ik eigenlijk kijk naar de verdronken dorpen, de vele verdronken dorpen van het eiland, maar dan in specifiek bij de Plompentoren en de dorpen die in de middeleeuwen zijn verdronken. Sorry, ik was afgeleid door de klok.